Een paar jaar geleden heb ik meegedaan aan de Ramadan. En ik ben erg benieuwd wat jullie er nu van vinden. We lopen nu precies waar het gisteren is gebeurd. Zoveel politie, dat is niet normaal. We hebben net heerlijke massage gehad. Een sportmassage en een hammam waspeeling. Helemaal ingesopt. Gespoeld en gewassen. En gescrubt. En geplukt. Hard? Veel. Dik Chinese vol. Schuif. Zo. Stevig. Maar Chinese veel groot. Dik. Hard ook. We zijn gebroken. Ik kan niet. Zweet. Oh, die knanus. Echt alsof mijn laptop zweet. We proberen nu een beetje montage af te krijgen. En we hebben alles weer uitgetrokken. Dat is niet te doen. En een beeldmateriaal is veel groot. Er komt er geen einde aan. Het is... Ik probeer een montage weg te werken van 50 minuten, mensen. Oh. Echt veel. Niet te doen. Langzaam. Langzaam. Het is alweer. Morgenochtend 7 uur ontbijt. Alsof het niet is. Alsof we het een sauna doen. Wat doe je? Past er niet eens morgen. Zo. Oh, het is. Geen slaap. Oh. Maar we zijn wel lekker op vakantie. Uitgerust. Ik ben uitgerust, maar uitgeput. Hoe was je vakantie? Ja. Nee. Zo. Hou op, joh. Die lucht hier veel te in de mond. Zo. Oh, ik heb ook een dorst, jongen. Maar ja, ik kan hier geen water uit de kraan drinken. Dus je moet dan weer helemaal naar de stad om drinken te kopen. Het is te groot. Zo, we kunnen toch roomservice bellen? Oh jeetje. Ja. Het is alweer 2:15, mensen. Alsof het niks is. Dagje vrij, nou, dagje... Dagje dood. Dagje in je graf enkel prikken. Oh, jongens. Nou ja, dat was wat we heel even wilden melden. Even een korte samenvatting, hoor. Hasta la vasta, tot de volgende video. Helemaal hoofdpijn, van het lachen. Alright, we zijn nu 2:30 s'nachts. Zijn we, omdat we gewoon weer dorst hadden en je kan hier inderdaad niet uit de kraan drinken. Zijn we op zoek naar een winkel die open is, die een beetje water heeft voor ons. Avonturen met Alvin en Gregory. Oh, is daar een... Ik heb zin in ijs, man. Ik heb zin in een Magnum. Zin in een baklava. Baklava. Ja, gewoon even die goeie. Lekker, man. Ik ben echt veel baklava's aan het eten. Ja, ik ook. Ja. Ja, dat is vandaag weer allemaal afgemasseerd. Ja, maar weet je waar ik dus bang voor ben? Dat ik dan na de Ramadan vol aan die baklava's ga en dan mag ik wel overdag eten. Weet je wel? Nee, gewoon eens in de zoveel tijd een baklavaatje. Gewoon elke dag twee. Like even als je ook houdt van baklava.
Thank you. I saw you. Ja, het is gewoon 3 uur 's nachts en je kan hier gewoon overal eten en drinken. Het is gewoon gezellig. We gingen naar buiten, we dachten, nou, als we een winkeltje open vinden, dan hebben we geluk. Maar het is gewoon, moet je kijken. Allemaal Turken. Aan de sahur. Ja. Maar hebben ze hier een broodje met iets lekkers? Ah, vet grappig man, we zitten gewoon buiten. Hoe laat is het? 3 uur. Gewoon buiten op het terrasje zouden te doen. Je kan hier overal eten en drinken. Allemaal mensen. Het is wel van morgen, omdat we gaan vliegen. Dat zal we niet doen. Morgen? Ja. Nou, wat heb jij genomen, Elke? Ja, dat is wel grappig. Ik heb manten genomen. Dat is super lekker. Is rundvlees met deeg. Gevulde deeg. En daarnaast heb ik gevraagd, want ik wilde niet een heel menu, heb ik gevraagd of ze een stukje kip voor me kunnen pakken. Toen zei hij van, oké. Okay. Zonder rijst. Nou, kip in de nacht. Ik doe morgen helemaal niet mee aan de Ramadan, omdat we morgen gaan reizen. Maar ik heb wel weer trek. Maar ik heb wel, ja. Want het is echt weer een trip. Je moet gewoon, je lichaam vraagt nu weer naar eten, omdat die het al 25 dagen gewend is. Ja, dat is niet zo lekker. Ja, wat ik dacht ik bestel iets kleins. Ik krijg een soort halve pizza. We ons soort van verslapen. Ja, we zijn wel tijd, maar we kunnen niet meer dingen doen. Nee. Maar het is voor mij echt gek, omdat ik... Ik weet gewoon serieus, omdat de wekker ging rond 8 uur. Ja. Ik zei gewoon half uur later en toen... Maar ik heb mijn wekker ook een soort van raar gezet. Nou, het was geen half uur. Het was sluimer, toch? Wat dan? Weet ik veel. Ik snap echt niet hoe ik het... Dat is zo'n ochtend dat je gewoon niet weet wat je met je wekker hebt gedaan, maar dan is het gewoon 9:30. We hebben nog 10 minuten om thee te drinken beneden. Nou, even deze dode cavia wegspoelen. Zo. Heb je geluid? Geluid. Geluid. Wat? Nou, we moeten de vlog van vandaag super spannend maken. Dus ontbijt, Turks ontbijt gaat fout. Komt ie. Wat we hebben geoefend. Wow, yo. Abonneer. Kijk volgende week. Wow. Kill. Geen bijna fout kill. Geen fout kill. Breng haar fout kill. Abonneer kill. 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 Nou, oké. Ja, vond wel leuk eigenlijk. No. We hebben wel geleefd deze 4 dagen, zeg maar. Het was wel intensieve dagen volgens mij. Zeker. Helemaal kapot. Ja. Het was niet een uitrustvakantie. Nee. We gaan denk ik wel flink even bijslapen, denk ik. Zo, de tentjes. Maar we hebben nog één beetje spannend moment. Ja, we gaan nu naar Istanbul, Atatürk Airport. En daar... Nou, daar is het dus 2 dagen geleden, ja. Nou, 2 dagen geleden aanslag geweest. Dus dat wordt nog even, ik weet niet hoe het zal zijn. Ik ben benieuwd, man. Of het helemaal kapot is eigenlijk. Of ja, is het... er zijn gewoon 3 bommen afgegaan, hè. Ook ja, en schoten. Ja, maar ook in het metrostation waar wij waren. Echt? Ja, daar in die grote hal beneden. Ja. Waar we doorheen liepen. Ja, daar. Daar was dat ook. Jezus, daar vertel... Maar weet je wat erg is? Als wij gewoon, wij zaten eerst een vlucht te boeken en toen dachten, ja, gaan we nou in de ochtend of in de middag aankomen of in de avond? En toen zei hij, ja, liever in de avond, weet je, dan hoef ik niet zo vroeg op om een vliegtuig te pakken. Dus, neem dan maar vroeg het vliegtuig, dan heb je nog wat aan je dag. Als we dat niet hadden gedaan, dan waren we ongeveer 11. Dan waren we daar. Precies daar. Precies daar op het moment dat het gebeurde. Zo gek. Oh, echt gelukkig. Mooi hebben we de engeltje of zo. Eentje eerder genomen. We lopen nu eigenlijk bij het station waar het 2 dagen geleden allemaal gebeurde. Waar de terroristische... Een man heeft hier zichzelf opgeblazen.
En ik weet niet, het is voor mijn gevoel lijkt het alsof iedereen gewoon doodnormaal weer doorgaat. Maar ik heb wel het gevoel alsof ik nu gewoon zo snel mogelijk wil inchecken achter de douane. En ah, daar. Nee, alsof je daar veilig bent. Nou ja, wel veiliger, want daar worden ze wel gecontroleerd. Ja. Nou, we gaan nu naar de plek waar het is gebeurd. En ik zie ook al heel veel cameramensen. En toch wel benieuwd wat er eigenlijk allemaal, of hoe het eraan toe is eigenlijk hier beneden. Zoveel politie, dat is niet normaal. Allemaal met mitrailleuren. Wel bizar. Dus je ziet ook gewoon dat ze de ramen helemaal hebben afgeplakt. We lopen nu precies waar het gisteren is gebeurd. Je ziet ook allemaal nieuwslezers. En veel mensen kijken ons aan en het is gewoon best wel gespannen sfeer. En je ziet mensen in burger. Toch? Politiemensen in burger. En het rare is, we hebben gewoon wel letterlijk zijn wij daar uitgekomen. Precies. En het is gewoon echt hier gebeurd. Al deze mensen waar hier zijn, hier is gewoon de schietpartij geweest. En de bomaanslag. Ja, je wilde echt weg, man. Ik weet het. Het was natuurlijk, ze zijn nu super beveiligd. Maar toen je zei van zullen we via daar naar binnen, dacht ik wel even. Nee. Ja, ik vind het vooral heel raar om te zien dat alles gewoon weer helemaal doorgaat alsof er niks. Ja, natuurlijk. Je ziet wel dat er echt nu extra beveiliging is. Heel veel politie en mensen met gigantische geweren rondlopen. Ja. Maar het is gewoon. Mensen gaan gewoon weer door. En komen ook heel veel mensen ook weer gewoon hier om weer vlucht te pakken. Alsof ze zich allemaal heel erg veilig voelen en gewoon weer een ding kunnen doen. Ik denk dat de mensen die komen, die hebben al geboekt, denk ik. Ik denk dat het een week lang duurt voordat het weer een beetje rustig wordt. Ze hebben hier een herdenkingsplek gemaakt. Voor mensen die zijn omgekomen. En ik denk mensen die hier werken. Ik vind het wel raar om te zien. Deze mensen zijn er gewoon. Door drie gasten die lopen. Die zoiets opeens doen. Dat is erg, man. Weet je wat? Wat ik ook zo erg vind, ziet je een gezicht zo. Bijvoorbeeld die jongen daar, die moet krullen. Zeg maar, je kent gewoon bijna zo'n gezicht. Je ziet hem gewoon hier rondlopen, dat is wat ik bedoel. Weet je wat ik ook zo gek vind? Nou. Ga daar door die douane heen. En ik kan gewoon een half liter fles water meenemen. Als ik dat in Nederland had geprobeerd, had ik er niet eens doorheen. Dat was mijn tas er al lang uitgevist. Maar dan vind ik het ook niet zo gek dat zoiets gebeurt. Dat is het zo makkelijk. Ja. Nou, je kan het niet tegenhouden. Nou, ik moet zeggen, Greg. Ja? Ik vond het best spannend, man. Dat we langs de douane moesten. Ja, want ik heb een Turks paspoort gegeven en hij ging zo twee keer zo kijken. Maar ik mocht er alsnog langs. Ja, maar jij was even bang dat je niet landt. Ja, precies. Nou, we hebben het overleefd. Er is niks gebeurd. Nee. Nee, maar thank god. En we gaan nu het vliegtuig in. Maar het vliegtuig. Het is 16 graden in Nederland. Hier is het 32. Dus het wordt wel een goed verschilletje. Ja. Omdat ik denk dat omdat in Turkije een terroristische aanslag is gepleegd, moeten wij nu allemaal ons ID en paspoort laten zien. Misschien word ik dus nog teruggestuurd. Je zit in de bus. Lukt die centraal station? Nee, we zijn in Gelandig gevangen. Nou, ja, nu voel je het wel eigenlijk. We zitten achterin het vliegtuig. Dat maakt het extra
moeilijk, want we zijn nu onderweg naar Amsterdam. Heb ik al gezegd dat ik dit stuk zo vervelend vind? En het stinkt om het achterin, het stinkt van een scheid, hé. Dat je bij de wc zit. Ja, precies achter ons. Ja, je man gaat ook naar scheid. Maar goed, we zitten nu in het vliegtuig naar Amsterdam. Ja. Turbulentie. Dit duurt maar 45 minuten. Nou, dat is het. Dit 45 minuten lang. Schrik, breek mijn huid. We liggen naar de wc. Zit er. Wat zijn hier tegengekomen? Ik heb toch ook air investigation. Ja. Ja, weet je, ik ben niet. Ja, als het gebeurt, dan gebeurt het toch? Dan is regen of niet. Maar zolang niks gebeurt dan. Maar dit is aan het gebeuren, man. We zijn aan het sterven. Oh nee, hoor, joh. Nee, maar even, nee, serieus. Doe even rustig, man. Heftige vier dagen. Nooit zo intens geleefd in Turkije. 2 uur slaap per nacht. Ja. Hoe ben jij? Wat heb jij ervan? Moe. Klaar. Echt moe. Ja. Nou. Dames en heren. Oké, we zijn in Amsterdam. Nou, we zijn allebei. Ja. Wacht, zullen we even iets warms aantrekken? Het is echt. Ja, het is echt. Kom naar buiten, min 40. Helemaal uit mijn naad. Staan het bevriezen. Bevroren. Dus ja. Gaan we even stoppen om iets aan te trekken? Ja, we gaan even iets aantrekken. We gaan nu naar buiten. En als het goed is, wachten er 50.000 mensen op ons. Op ons. Wil jij ons nog open? Ja. Klik dan hier. Abonneer. Nee, het is, we gaan nu naar buiten. Het viel me wel op dat we helemaal niet zijn gecontroleerd eigenlijk. Nee. Niet eens de ID. Nee. Hoe kan dat? Geen idee. Gewoon pure vertrouwen. Doen wij gewoon hier. Alright. Ja, ik ben benieuwd hoor. Hey. Ze zien ons aan aankomen. Maar dat is alleen je vader? Ik weet het niet. Mijn vader komt ons oppikken. Leuk. Nou, daar zijn we weer. Ja. Ja, en daar. Nou, niemand. Oh, jawel, hey. Hey. Ja? Ja, iedereen. Het was echt heftig, kan je, zei jullie. Daar zijn we dan weer. Nou. Zitten we dan weer? Rond is. Rond is. Smakelijk. Wel een chill dat we dat niet erin passen. Ja, precies. Dus echt, ik snap waarom die regel bestaat. Ja. Aloe vera. En dit is avocado. Ja, ik vond het wel grappig. Je hebt hier, dus aloe vera. En dit avocado, is? Avocado. Osmanden. Saljogos. Weet je wat dat is in het Nederlands? Slak. Slakkenzeep. Ja, ik vond het wel grappig. Hij zei van... Wauw. Nou, ik heb het eigenlijk niet eens eerlijk gezegd. Welke zullen we gaan beginnen? Ik vond het lekker ruiken. Welke zullen we beginnen? Avocado? Ja. Ik heb nog één. Oké. Okay. Yep. Veel cadeaus. Ja. Like. Hoe is die van jou? Gelijk, hoe is die van jou? Echt een mooie kleur. Wat is dit voor kleur? Nee, het is rood. Ja, een beetje oranje, roodachtig. Ja. Maar het is ook... Dit is toch deze kleur, of niet? Ja, een beetje denk wel. Denk het. Echt mooi, man. Maar het is cashmere. Echt waar? Wat die hele dure. Dan staat je goed. Ja, toch? Ja, ik wist dat je gewoon op cashmere ziet. Maar dan laat ik ook nog die van mij. Maar deze is niet cashmere. Toch? Ja. Mooi. Ja, vet toch? Ja. Oké, maar is dit voor meer voor de zomer, winter? Allebei? Ciao. Ja, snik heet is het. Ah,
Nou, vond je deze video nou leuk? Even een duimpje omhoog en natuurlijk een reactie achterlaten. En vergeet vooral niet hier op abonneren te klikken en even op het i'tje. Zijn we goed? Ja, gat ziet. Ja, als een gat ziet. Als we een gat gaan voorzien, dan gaan we hem kapot maken. Beloofd. Goed. Weet ik veel, ouwe. Doe gewoon een einde. Maken we een einde nu? Ja, doei.